Hallo iedereen, Robbie Rangert hier en vandaag ga ik met een nieuwe mod bezig, genaamd Campcraft, en het spreekt mij heel erg aan. En kamperen is gewoon leuk en alles, dus het is heel moeilijk om survival mee te maken, maar ik ga het proberen. Dus dit is allemaal goed, create new world. En ik hoop dat ik alles goed heb geïnstalleerd. Dat hij het nog steeds doet, want ik heb hem geprobeerd. Even kijken, heb ik alles? Even zien. Ja, ik heb alles. Ik heb alle tenten en alles. Oké, dus er gaat een hele lijst. Wow, vooraan. Voordat je echt een tent hebt. Heb ik een zin, zal ik jullie wel even laten zien. Ik pak Google Chrome er even bij. Oh, dat zijn recordprogramma's. Zoals jullie kunnen zien, je moet beginnen met deze. Dan moet je deze ook nog maken. Dan moet je zo'n eentje maken, maakt niet uit welke. Dan ga je naar boven. Dan moet je een small tent maken. Dan moet je eerst nog een sleeping bag maken. Dan moet je nog een tent deur maken. En dan moet je nog zo'n stof gebruiken, zeg maar. Nou, zo maak je een deur. En dan moet ik zo'n ding hebben. En even kijken, volgens mij. Ja, maar dat. Ik moet gewoon zo'n wit blok hebben. Dan moet, waar staat die? Sleeping bag. Dat is wel simpel. Ik denk dat ik wel dingen ga inspawnen. Zoals die fabrics, die ga ik inspawnen. Maar dat is ook het enigste wat ik ga inspawnen. Oeh, die licht. Deze. Die ga ik doen. Oké, dus dat gaan we even doen. En dan, nou weet je wat, we gaan aan het begin gaan we gewoon dingen inspawnen. Zodat we de dingen kunnen maken. En dan later doen we dat niet meer. Dus laten we aan het begin dus nu even dingen inspawnen. De lanterns moet ik als eerst hebben. Een luck chest, oh. Maakt volgens mij niet uit welke. Wat voor lantern. Zo. Deze pagina. Dan hebben we een workbench nodig. Workbench. Oh, chest hebben we ook nodig. Ik heb maar één nodig trouwens. Zo. Oh, workbench. Ik spawn die eigenlijk nooit in. Ah. Oké, dus dat hebben we nu. We hebben een hamer nodig. Hamer. Oh, volgens mij ben ik er voorbij gegaan. Ik sloeg een pagina. Nee. Ah, daar is een hamer. Oké, en dan hebben we nog fabrics nodig. Dat is het enige wat we nog nodig hebben, volgens mij. Auto jungle. Fabrics. Ah, daar pakken we gewoon 64 van. Oké. Dus, laten we even kijken. We hebben de hamer. We hebben gewone torches kunnen we ook doen. Oh nee, zo kunnen we het ook wel doen. Maakt niet zoveel uit. Oké. Dus even zien, zo. 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 Holy shit. Oké. Dan moeten we nog een workbench hebben trouwens. Zo. Oké. Dus laten we even kijken. Oh, frame lag. Nou, gewoon lag eigenlijk. Oké. Zit ik op creative? Nee, oké. Soms doe je... Oh, dat nog wel eens per ongeluk. Oh, shit. Nou ja. Oeh. Ouch. Ik wil dicht bij het water hebben, mijn tent. Ah, het is maar een small tent, maar...
Ik heb gekeken, small tent heeft alsnog best wel veel ruimte nodig. Dus ja, maar ik wil het echt heel dicht bij het zand hebben. Dus, nou, het is in het begin, is, nu dus, is het niet zozeer echt een survival. Maar dat wordt het later wel hoor. Oké. Okay. Dus die halen we weg. En ik heb het record op automatisch 30 minuten gezet. Dus na 30 minuten houdt hij op. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Oké. Okay. Oké, okay, sleeping bag moeten we maken. Dus dan moeten we deze hier neerzetten. Sleeping bag. Door. Oké. Okay. Nu dat we dat hebben. Wow, in één keer verandering. Is dat me? Oh, small tent. Hier. Dus. Fabric. Ja, dat hebben we alles al. Goh. Oké, okay, dus fabric, deur, sleeping bag, tent equipment. Oh ja, oh ja. En hier zijn we dan. Dit is echt awesome. Het is gelukt. Alleen had ik hem aan. Ah, shit. Wat nou als we medium willen? Dan moeten we dus een furnace gebruiken. In plaats van. Oké. Okay. Dus. En wat nou? Wat nou? Als ik met. Oh, dan kan ik gewoon dus een furnace pakken. Ah, kijk. Kijk jongens, dat. En. Appa. En dan moeten wij gewoon even een furnace pakken. Medium tent. Zou die nog passen? Holy shit, hij past hier nog. Yes! Kijk jongens. En zoals jullie kunnen zien heb ik geen Mac Badger, maar dat maakt niet uit. Maar we hebben een awesome tent. En eigenlijk wil ik meer sleeping bags hier hebben. Ik kan wel even eentje maken. 2, 2, 1, 2. En dan. Wat we dan ook kunnen doen, dat is nog leuker. Oké. Awesome. Alleen kan ik nu niet bij dat ene stukje daar. Dat is minder, maar. En wat het mooiste is, de zombies kunnen deze deuren niet openbreken. Ja, yeah, no. Awesome. Dus ze zijn hier gewoon veilig. Oké, laten we. Dit even gelijk maken. Awesome. Oké. Zo. Dus daar hebben we daar meer ruimte gemaakt voor onze tent. Oh, dit is goed voor mijn camping server. Alleen weet ik niet hoe ik dat met de server moet doen. Maar vind ik waarschijnlijk wel uit. Oké. En er zijn nog veel meer dingen die we kunnen doen. Dus dat is wel mooi om allemaal te ontdekken. Ja, toch?
Oké, dat was flauw, maar goed. Even zien hoor. Wat kan er? Oh ja, ik weet het weer. Sleeping bags. Ah. Camp stove. Dan hadden we nog wat, volgens mij. Was dat weer een andere mod? Ik kijk zoveel mods tegenwoordig. Dus het is niet normaal. Oké, dus. Iron en hout. Oké. Nou, het hout kan ik makkelijk krijgen, maar het iron, dat wordt moeilijker. Oh man. De frames gaan echt omlaag, jongens. Oké, maar goed. Laten we dus hout halen. Dus hout en iron is wat we nodig hebben. En daarna wil ik ook nog zaden halen. Ja, maar Minecraft heb ik opnieuw moeten laden. Want hij ging verkeerd. Oké. 6 stukken. Nou. Dat is wel genoeg voor eerst. Hoop ik. Want we hebben dus 1 hout moeten we apart laten. Zetten we wel even in de chest. De holy wood. En dan. Oké. Dus dan moeten we buiten moeten we. Oh, in de jungle moeten we dan even naar beneden gaan. Oh shit, begint het nou donker te worden? Ja. Nou, ik kan gelijk mijn spawn zetten in mijn tent. Ja. Oh, ik wou dit zo graag met Tropic Craft doen. Dat zou echt zo cool zijn. Oké, ik wil boven. Ja, ik slaap boven. Ja. Oh shit. Oh, 1,5, ja. Oh, nee. Ze kunnen deze deuren niet openmaken, zombies. Dat is echt geweldig. Oké. Sorry dat het even stil was. Maar ze zeiden ook dat hier bieren of zo in zaten. Ik heb het niet helemaal gelezen. Wacht even. Laat me even kijken. Zijn dit alleen maar recipes? Nee. Even kijken hoor. Oeh, SMP. Oh, dat moet ik even kijken.
Oké, Food, ja. Oké, ja, dat ding. Anvil. Bears, hier. Bears. Deer. Rabbits. Frogs. Wow. Dat is echt. Dat is echt wel cool. Dat ze allemaal van die dieren in zitten. Ik ben ook benieuwd wat ze doen, want ik heb geen flauw idee. Oh, staat er ook bij hoeveel minuten. Oh, waar is hij?